Yo, goed kijken, dit is een gloednieuwe video van Fortnite Battle. Ja, en ik ga niet op Kibbe dan maar, ik ga niet hierop. Ik stond daar nog op en ik moest hem weer starten. Alleen nu laag. Kijk, dit is het dus. Ja, dat ik niet echt, ja, waarom dat bij mij lastig is in Fortnite. Alleen eerder voor mijn achterkant omhoog schuiven, wat bij mij niet gaat. Ik ga trouwens een andere stoel kopen, dus die ga ik sowieso binnenkort kopen. Alleen, even een ander ding, dat had ik de vorige keer ook. Ik heb nu die lightstrip aan, alleen dat is groen. Terwijl omdat mijn headset, zoals jullie zien, is ook groen. Hier is ook groen. Alleen, ja, je ziet het bijna niet. Het is bijna geen groen wat je ziet. Ja, heel misschien ik kan eens. Ja, ik wilde zeggen, ik kan eens even dit zo, maar dan wordt het meer geel. Dat is ook weer overheen. Kijk, dat is nou gewoon echt jammer. Dus, maar dat wilde ik eigenlijk. Ik wilde eigenlijk een beetje die matchkleur hebben wat ik hier heb. Alleen, ik weet niet hoe dit, waarom dat het nu echt zo is. Zo, want die, ik zie waarom het groen is. Echt, dat vind ik zo jammer. Dus. Maar waarom, wat is er? Oh, dit is wel vet. Oeh, lekker. Oh, even lekker chillen hoor. Even lekker chillen, jongens. Even lekker chillen. Lekker. Gelukkig is hier schijnt wel de zon. Hier schijnt nu wel een beetje zon, maar echt was hier weer kloten weer. Het is lekker chillen. Zo, oh, hier ook. Zee, lekker. Oh, daar kan ik niet komen, maar echt lekker. Echt lekker dat hier wel de zon schijnt. Dat moet ik even doen. We gaan een map starten. Oh, what the fuck? Waarom is die nu weer bijna leeg? Ik moet dus een andere kabel hebben. Dat wil ik zo doen. Ja, deze. En dan ga ik wat voor dingetjes zeggen. Kun je hier gewoon weer chillen. Gewoon lekker wachten. Maar wat ga ik dus even zeggen? En dat is... Ja, terwijl dat heb ik ook op de controller. Oh, die is geladen. Dus dat is als een build fight is. Bijvoorbeeld een build fight. Hoe moet ik het zeggen? Ja, gewoon een build fight. En dan tegen iemand anders. Dan hak ik ook altijd op controller. Ik? Ja, ik switch hier tussen. Ja, bij mij. Met schieten en het bouwen. Dat gaat bij mij niet. Daar had ik ook moeite mee op controle. Dus ik wil toch zeggen. Dat ik niet echt geschikt ben voor. Hoe heet het? Sowieso voor Fortnite. Oh, ik zit helemaal op de rand van mijn map te spelen. Dat is lekker handig. Zou ook goed werken. En ik heb ook even trouwens ook niet gedaan. Ik was weer boos. Software of Fortnite. En dit is goed timing. Dus, en dat, wat ik dus dan bedoel is. Van in een build fight. Stel je gaat dan zo even bouwen. En dan. Daar heb ik het weer. En dit is ook te snel. Dan ga ik te snel of zo op dat ding. Maar wat ik dus bedoel is. In een build fight. Stel jij gaat dan zo in de box of zo. Moet ik daar even een box maken. Bijvoorbeeld. Ja, dit is die box. Van diegene.
dat. En dan ik wil even dicht editen en bijvoorbeeld zo of zo. En dan, ja, jij denkt, hij heeft het in bewegen. Maar bijvoorbeeld dat editen, dat moet ik denk ik voor meer gaan leren. Bedenk me nu ineens. Want dat had ik eerder ook altijd. En dan schiet. Maar dat vind ik dus lastig. Ik zou die. Ja, moet ik nou gaan schieten of niet? Of moet ik nou dit? Dat. Ja, daar twijfel ik bij. Dat is het ding waar ik voor echt bij twijfel. En dat moet ik dus echt nog gaan oefenen. Alleen ja, met mijn set heb ik geen contact meer. Dus daarom wil ik zeggen, ik ben gewoon niet gemaakt voor dit. Kijk, en hier, dit is weer gebeurd of zo. Dat is echt super random. Weer. Nee, ik moet echt sowieso leren om niet te gaan omhoog kijken. Ik wil niet omlaag kijken. Nee, ik mag wel, zei Smokey, ik mag wel hier niet omlaag kijken, maar ik mag hier wel omlaag kijken. Maar niet als ik die zijmuren plaats. En dat deed ik altijd. Dat moet ik echt goed leren. Alleen dat ik een. En surprise, die is gewoon bang. Daarom doet hij zo. Hij is ook jaloers. Hij is ook jaloers dat ik een lekker bureau zou hebben en hij niet. Ik weet zeker, hij is. En hij is ook gewoon bang. Hij wil graag clips hebben. En anders heeft hij geen clips meer. Maar het is ook een klein kind van 12 of zo. Kind van 13 of 12. Dus ja, ik laat me niet gek maken van hem in ieder geval. Ik laat me door niemand gek maken van haat. Of iemand haat geven. Kijk, maar dat is echt even één ding wat ik wilde zeggen. Sowieso. Van, ja, dat heb ik. Dat had ik ook op controle met de bullfights trouwens. Dat ik weet die timing. Moet ik nou schieten? Maar daar dacht ik altijd een beetje aan. Van ja, moet ik nu gaan schieten? Of moet ik. Ja, hoe moet ik dat nou doen? Ik heb niet echt. Dat wil ik dus ook gewoon graag oefenen met iemand. Oh, pak die me niet. Kijk, die wilde ik hem. En ook. Maar ik loop niet mijn auto, omdat ik heb een nieuwe controller. Alleen. Deze moet ik wel voor wireless gebruiken. Dus dat is één ding. Deze moet ik voor wireless gebruiken. Ja, ik ga wel kijken voor een kabel. Dus dat is. Ik heb ook daar niet meer echt gespeeld. Waar ik was gebleven. Omdat. Ja, Fortnite. Ik zag weer boven bij de ping. Zag ik weer van die streepjes soms. Of dan was dit weer dan. Echt
Oké, nu heb ik het weer. Maar echt, dan heb je echt af en toe van die kleine issue'tjes. Even een klein beukje. Dat ligt niet aan mijn internet. Want ik heb KPN. KPN is fucking goed. Netwerk van kinderen zeggen ze ook. Geen sponsor of zo, maar ik zeg het gewoon even, want dat zeggen ze ook altijd, netwerk voor gamers. Maar het ligt ook gewoon op Fortnite. Gewoon Fortnite is het. Op basis is het groot, dan heb ik niet. En ik plaat ook gewoon echt een snel de rem. Ja, en is hij weer gedraaid. En ik. En? Trouwens, ik zit nog steeds hier. Dat is eigenlijk ook niet echt voor mijn geheel de bedoeling. Maar voor mij mijn settings zijn anders. Ik voel mijn senses. Zo. Ik wilde de steven, ik wil die steven trappen proberen. Ik pak er wel. Maar echt, ik speel, ik heb andere sensors zo. Ik voel iets anders. En wat voor is dit nou weer? Oh. Ik voel andere sens. Ik speel niet lekker. Mijn sens is anders. Of iets, er is iets anders. In ieder geval. Maar ik doe ook weer lijk, man. En daar en door dat soort dingetjes word ik er gewoon. Kijk, ziek van. Dit zijn af en toe eerst in Fortnite en dat haal ik zo erg. Oh, zo gaat het goed. Je net ging je af goed. Alleen af en toe een beetje. Alleen ja, dit is gewoon jammer. Maar ik ga deze video afsluiten. Denk ik. Ik heb denk ik nog info gezegd. Ik dacht ik net weer zo'n issue. Dat is zo moe van. Dan werkt de timing ook niet, hè. Dan pakt die timing helemaal niet. Maar ik plaats snel. Ik plaats snel mijn rem. Dat is ook één ding. Ik plaats snel die rem. Dus maak ik het, denk ik, kan hier gewoon die video afsluiten. Ik vind dat weg. Ik hoop jullie genoten hebben van deze video en een beetje wijs zijn geworden, maar ja,
Maar ik al zei, dat had ik nog wel te controleren. Misschien hebben jullie het eerder gezien in andere video's waar ik nog controle deed. Dan snappen jullie het. En ja, dat is ook zo. Ja, het is gewoon. Ja. Dat valt mij gewoon op. Terwijl, ja, ik ben dat. Ja, daar heb ik altijd wel moeite mee gehad. Ook op controle. Dus dan moet ik gewoon extra gaan oefenen. Vind ik eigenlijk. Alleen, ik heb ook weer hier iets anders. Ik voel het ook weer. Ja, of het is misschien omdat ik heel veel wazen heb gedaan. Maar we gaan gewoon nog steeds door met oefenen. Ik laat me gewoon niet gek maken door haat. En ook niet door een meneertje die heet Sap. Ik laat je niet gek maken door jou. Dus zeker even een blauw duimpje. Wat ik nog steeds leuk vind. Want ik doe een beetje die highlight van het oefenen op kip en muis. En vergeet daarom zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Zodat je geen video meer hoeft te missen. En om daarna ook gelijk op dat belletje te klikken. Daar zal niks op staan. Zodat je helemaal niks meer mist. En dan zeg ik zoals altijd. Adios.